Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en vanavond KSK Beveren terug op de Vreedhiel. Geweldig. Ja, ik ben hier nog in de Klinkse bossen onderweg naar Beveren. Ik pak straks lekker een lijnbus, dus het komt helemaal goed. Ik ga raken wel, hopelijk. Met de lijn weet je ook nooit tegenwoordig natuurlijk. Maar KSK Beveren is de enigste fan-owned club van België. Zelfs van de Benelux als ik correct ben. Het is eigenlijk het historische Beveren. Nu zullen vooral Beverfans kijken, dus die uitleg weten jullie al. Maar ik zal het ook even voor de voetbalfans uitleggen die deze video random hebben aangeklikt. Volledig bestuurd door supporters. Maar het is dus eigenlijk het historische Beveren. In België werken ze met stamnummers, dat ga ik niet volledig uitleggen nu. Maar het is eigenlijk gewoon het historische Beveren met het oude stamnummer. Heropgericht een beetje, soort van door supporters. Dan Yellow Blue Beveren. Later hebben ze wel gewoon kunnen fuseren met KSK Beveren. Of ik weet niet exact hoe het gegaan is. Of ik weet het ongeveer, maar ik ga het niet goed kunnen uitleggen. Maar in ieder geval, wat wel vaststaat, het historische Beveren. Fan-owned. Prachtig, terug in hun historische stadion. Een jaar of twee geleden is er een akkoord gesloten met toen. Ik denk dat ze toen nog wel Red Star Waasland Beveren heten of zo. Dan mag KSK Beveren mag dan terug KSK in het oude stamnummer. En dan Red Star mocht zichzelf van SK Beveren noemen en ook het oude logo gebruiken. Zoiets waren de afspraken ongeveer. Maar ook dat KSK Beveren soms op de Vreedhiel mag spelen. Zoals vandaag, eerste provinciaal, ik denk het zesde niveau van België. Een amateurwedstrijd en dan terug in een stadion dat gewoon gebruikt wordt in het tweede niveau van België is gewoon best mooi om te zien. Overigens ben ik zelf, en ik weet niet of de correcte benaming ervoor is, een mede-eigenaar of hoe je het ook zegt, mede-eigenaar klinkt een beetje wel heel hoog. Maar ik heb ook zo'n lidkaart of zo gekocht van KSK Beveren. Dus ik ben ook zo'n supporter met inspraak ongeveer, of een van de. Zo werkt het concept een beetje, iedereen kan het kopen, dus ja. Overigens een kleine promotie. Ik weet dat KSK Beveren ooit een oefenwedstrijd heeft gespeeld tegen Hoek. En ik heb er ook eens een keer een video over gemaakt. Maar ik ga ook vaak tenminste naar wedstrijden van Hoek. Aangezien het de hoogst spelende club is in mijn regio. Maar volgende week, vrijdag op 29 maart, hebben wij de derby tegen Kloetingen. Je kan in principe online gewoon tickets kopen. En dan kan je naar het thuispubliek bij Kloetingen. Maar dat kan ik natuurlijk niet aanmoedigen. Maar met de uitsupporters, het is een combi-regeling. Dus we moeten verplicht mee vanuit Hoek. Ik weet niet of je nog tickets daarvoor kan krijgen. Maar daarvoor moet je mailen naar de supportersvereniging van Hoek. En dan kan je altijd nog mee. Niet dat er iemand daar geïnteresseerd in is, maar ik meld het maar even voor de zekerheid hier. Thank you.
enkele mensen van Haaslanden met dat pyro. Dat het alleen maar nog leuker maakt in zo'n derby in de eerste provinciale, het zesde niveau van België. En kijk eens hoeveel volk er is. De kleine kindjes met zo'n megafoon die zien als stil aan de overkant. Ach ja. Ik zal vaker op TikTok van die filmpjes erbij komen van jeugd die dan ultras is van die kleine ploegen. Maar ik kan het alleen maar aanmoedigen, het is wel grappig. Eén fakkel die werd afgestoken in de tweede helft, ik was zelfs net te laat met filmen. Tussen is de 61ste minuut. Beveren staat 0-1 achter. Ik ben niet de beste voetbalkenner, maar volgens mij speelt Haaslanden wel een stukje beter. Maar goed, het kan nog. Het is nog 30 minuten en in voetbal kan er heel veel gebeuren in een half uur. Beveren is nu bezig met een paar sterke minuten, maar heel vaak buitenspel of de bal weer eruit. Kan beter.
aan die kant de Haastam-fans zijn die aan het afsteken zijn, maar wie het dan ook is. Er kwam net een vuurdingetje, vuurpijl of hoe het ook heet. Ja, geen vuurpijl, maar zo'n tyfo-ding kwam op het veld terecht. En dan zien KSKB nu op het veld van SKB speelt. Spelen ze denk ik net hetzelfde, 0-2 helaas. Maar ik las in de krant iets dat beide ploegen zeiden van we moeten niet per se promoveren, maar het mag wel. Het is jammer dat Bever 0-2 achter staat. Terwijl het was een belangrijke wedstrijd, een strijd om promotie. Maar goed, ik denk dat nog niks verloren is. Althans, ik hoop het. Vier man van de jeugd van Haastonk die het ultra speelt vandaag, zijn verplaatst aan de andere kant. Of, ik weet niet of dat vrijwillig was, maar ik ga het eigenlijk heel grappig vinden als de stewards dat hebben besloten. Oeh, ik ben net bijna de 1-3 voor Haastonk, de bal kwam op de paal terecht. Maar het is al de 9e minuut, is al voorbij, veel tijd komt er ook niet bij waarschijnlijk. En Bever krijgt de bal maar niet naar voren. Geweest. Heel prachtige acties. De afwerking was leuk. Ja, ik weet niet hoeveel minuten erbij komen, maar ik denk niet veel. Haastonk is steeds weer in de aanval. Ze rekken ook heel slim tijd. En kut. Ja, corner. Ja, jammer. Ja.
En hier zelfs in het amateurvoetbal doen die keepers schuiven naar onze fans. Jammer. Zoals het hoort, de fans praten wat met de spelers. Ik weet niet of ze echt op de matje worden geroepen. Misschien wel, denk het wel. Maar gewoon zoals het hoort, de spelers moeten gewoon lekker eens een keer naar afloop van de wedstrijd. Zo, ja, tenminste, waarschijnlijk doen ze het vaker, maar bij het profvoetbal gebeurt het helaas wat minder. Ook zo dat er heel wat vrienden en familieleden van de spelers in de tribune zitten. En dat is bij profvoetbal natuurlijk wat minder. Nee, ze worden hier op het matje geroepen, denk ik. Ah, kijk, daar is hij. Daarom Diego Maradona. Ik vind het wel grappig, hè. En misschien is het ook wel mooi in amateurvoetbal, uit- en thuisfans, wel lekker door elkaar. Goed, in profvoetbal zou ik dat maar beter niet doen, maar... Het was gewoon was een mooie dag voor Beveren. Het is niet voor Beveren, maar het was gewoon een mooie dag. Helaas voor Beveren. Maar ja, misschien de volgende keer beter. Helaas heeft KFK Beveren ook verloren. Het was wel een mooie dag. Ik dacht eerst van de spelers worden ook op het matje geroepen omdat ze verloren hebben. Maar ik was even vergeten van, hey, het is amateurvoetbal. Ik bedoel, ze geven allemaal vrienden, familie en de fans natuurlijk ook even een handje. Blijft een fanhound club. Prachtig om te zien. Ik wil echt vaker naar KSK gaan, want ik vind het concept van fanhound clubs gewoon heel erg mooi om te zien. Dus ik ga het wel zeker vaker doen. Tegen Luik voor SK Beveren, voor de SK Beveren fans die kijken, ben ik er helaas niet bij. En voor de KSK Beveren fans en SK Beveren fans samen, woon jij in Nederland, stuur me even een berichtje, want ik ben even een chatgroep aan het oprichten voor Beveren fans die in Nederland wonen. Het is gewoon handig, er zitten ook KSK fans tussen, dus in ieder geval kan je naar SK Beveren tegen Luik gaan, omdat ik moet werken. En een dag onmisselijk kon niet, omdat het iets van Paas was of zo. Wat ik ook volledig begrijp dan. Ik bedoel, werk gaat uiteraard voor. Kom zeker eens een keer langs, Prins of Wales Pub in Hulst. Tegen Beerschot ben ik er wel bij. Die zondag mag ik wel naar de voetbal gaan, dus dat is al mooi meegenomen. En nog één ding. Ah ja, ik heb heel wat leuke voetbalvideo's op mijn kanaal staan. Ook van andere clubs, van SK Beveren en KSK Beveren. Ik ben ook naar Inter Milaan geweest, ik ben naar Ajax geweest. Dus allemaal hele leuke video's die online staan. En nog leuke vlogs, vakantievlogs. Dus bekijk zeker eventjes wat andere dingen. Abonneer even, help je mij enorm mee. Like even. En volg me even op Instagram als je daar zin in hebt. Echte Milan NL. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ik bedank jullie voor het kijken. KSK Beveren. Bedankt voor de mooie pyro en het mooie zingen. Tot de volgende. Later.